vriendschap en zakelijke dingen, die gaan niet goed samen. En dat hadden we eigenlijk nooit moeten doen. We hadden gewoon alles aan een ander moeten overlaten en had ons lekker creatief laten zijn. Dan was er niks aan de hand. Maar ja, je doet soms foute dingen in het leven. Op het moment dat sommige dingen gebeurt, heeft zij gedacht, waarom dit en ik ook. En dat komt omdat we met een wereld bezig waren die eigenlijk niet bij ons past. Wij moeten gewoon muziek maken, lachen, huilen samen, verhaaltjes en genieten van het leven en niet met de business bezig zijn. En we wisten alles van elkaar. Onze kindjes waren nog klein, die hebben we groot zien worden. Kleinkinderen zijn geboren. Er zijn mensen van ons weggegaan. En ik denk dat wij eigenlijk allebei dezelfde personen zijn als die jaren hiervoor. Wat we samen absoluut delen is de liefde voor de muziek en de begrip van het volksrepertoire. Wat voor een klank moet het zijn? Ja, dat is nooit voorbij gegaan. We zijn in de pen gekropen, studio ingedoken en dat was een klik met het liedje. En dat zijn er uiteindelijk 3 geworden en ik ben blij dat ze weer bij mij achter de microfoon staat. Heerlijk gevoel. Ja, vanaf het eerste moment dat we hier samen weer achter de tafel gingen zitten, alsof we elkaar die dag ervoor nog hadden gezien. En na een minuut dacht ik ook, wat is dit goed om te doen. Dus daarom genieten we nu des te meer na 10 jaar. En dan gaan we het karwei maar afmaken. Ja, geen spelletje spelen, zingen voor wat je waard bent, produceren voor wat je waard bent, liedjes schrijven vanuit je hart. En de rest is allemaal bijzaak.